alles regeert op deze aarde en daarin ook alles bestuurt. De vaccinatie tegen corona is gestart. De meerderheid van Nederland laat zich vaccineren. Maar er is een groep mensen die dat niet wil. Waarom niet? En kan het mRNA-vaccin je DNA veranderen? Dat zie je in deze nieuwe scherptediepte. Ik geloof dat de Heer ook alles regeert op deze aarde en daarin ook alles bestuurt. En ik zie dan een vaccinatie als ook een middel wat ook gemaakt is, zeg maar, waar God ons de wijsheid voor heeft gegeven. Waar komt het woord vaccin eigenlijk vandaan? Van het Latijnse vaccin, wat koe betekent. Om een lang verhaal kort te maken, de Britse arts Edward Jenner ontdekte in 1796 dat melkmeisjes geen pokken kregen doordat ze al in contact waren geweest met de koeienpokken. Ze waren nu ook immuun geworden voor de gewone pokken. Het vaccineren tegen corona is nu gestart. Kies jij ervoor om je te laten inenten? Bij de andere vaccinaties heb ik inderdaad ook al over nagedacht. Daarbij heb ik me niet laten vaccineren. Ik geloof dat de Heer ook alles regeert op deze aarde en daarin ook alles bestuurt. Dan de dingen die voor ons fijn kunnen zijn, maar ook alle zorg en verdriet die op ons pad kunnen komen. En daarbij vind ik het heel belangrijk om daarin ook van God afhankelijk te willen zijn en ook op Hem te kunnen vertrouwen. Net als Willeke grijpt een deel van de reformatorische christenen dus liever niet in om een ziekte voor te zijn. Maar waar komt deze overtuiging vandaan? Ik neem je mee terug in de geschiedenis. Toen het pokkenvaccin beschikbaar kwam rond 1800, spraken de christelijke artsen en theologen als Abraham Cappadoce en Isaac da Costa zich uit tegen vaccinatie. Dat deden ze vanuit de overtuiging dat Gods voorzienigheid ons leven bestuurt. Vrij vertaald betekent dit: God zorgt voor ons en door vaccinatie probeer je jezelf te beschermen tegen een ziekte waarvan je niet zeker weet of je die krijgt. Deze reactie op het pokkenvaccin legde de basis voor de weerstand tegen vaccinatie. Hoewel de huidige vaccins niet te vergelijken zijn met dit pokkenvaccin, is het standpunt binnen de reformatorische kring nog steeds een belangrijke reden om niet gevaccineerd te willen worden. Het vaccineren is nu gestart. Kies je er zelf voor om je te laten inenten? Ja. En waarom? Nou, omdat ik zie dat er best wel veel kwetsbare mensen zijn waar ik veel mee werk. En ik wil die eigenlijk zoveel mogelijk voorkomen om die mensen te besmetten door mij, zeg maar. Dus als ik gevaccineerd ben, kan ik eigenlijk zelf heb veel minder kans om ziek te worden. En heb ik ook minder kans om andere mensen te besmetten. En er zijn natuurlijk veel christenen die zeggen, maar Gods voorzienigheid. Hoe kijk jij daar tegenaan? Ik denk dat Gods voorzienigheid niet uitsluit dat we ook middelen kunnen gebruiken. En ik zie dan een vaccinatie als ook een middel wat ook gemaakt is, zeg maar, waar God ons de wijsheid voor heeft gegeven. Misschien niet mij persoonlijk, maar wetenschappers, om dat dan te onderzoeken en te maken. We vroegen het ook aan onze kijkers. Ongeveer een kwart wil zich wel laten vaccineren. Net iets meer dan de helft zegt het niet te doen. En de laatste kwart die twijfelt nog. Bij de reden om niet te vaccineren stemden mensen ongeveer gelijk als het gaat om de veiligheid van het vaccin of het geloof in Gods voorzienigheid. Een deel geeft ook aan dat ze allebei de argumenten belangrijk vinden bij hun keuze. Nu zijn er natuurlijk ook christenen die zeggen maar je vaccineert niet alleen voor jezelf, maar ook voor de kwetsbare ander. Hoe zie jij jouw persoonlijke verantwoordelijkheid hierin? Natuurlijk wil ik er ook zijn voor andere mensen en daarin ook mijn verantwoordelijkheid nemen. En ik denk dat ik dat vooral doe ook door me aan de maatregelen te houden. En dat is ook iets wat ik nu al doe en wat ik daarin ook wil blijven doen. Ben jij bang dat je misschien ook anderen in de zorginstelling waar je toch wel komt, kan besmetten? Nee, op zich die angst is niet wat mij nu beheerst. Ik probeer daarin te doen wat ik kan doen. Ik weet niet hoe het zal gaan en daarin wil ik ook niet overbezorgd zijn. Het is mijn plicht om te zorgen, maar niet om overbezorgd te zijn. Als ik dus wel zoveel mogelijk aan de maatregelen hou, maar niet altijd kan, omdat ik in een verpleeghuis werk waar je niet altijd 1,5 meter afstand kan houden, is het denk ik ook van belang dat je alles eraan doet om de andere mensen ook te beschermen. En daar hoort een vaccinatie wat mij betreft ook bij. En er wordt bijvoorbeeld ook gezegd, door je te vaccineren probeer je iets wat God naar ons toestuurt te ontwijken of te ontlopen. Zie jij dat ook zo? Nee, dat zie ik zo niet. Nou, ik denk dat God ons wijsheid heeft gegeven om een vaccin te ontwikkelen. En dat we ook wel daar gebruik van mogen maken. Net als je bijvoorbeeld een hongersnood zou hebben in de Bijbelse tijd of zo, dan zou je ook zeggen van
ja, dan mag je dus niks eraan doen. Maar je mag dan ook wel blijven verbouwen en nu misschien beregenen of wat dan ook. Dus je mag ook zorgen dat het dan hopelijk weer het oordeel weggaat. We kijken nu heel erg naar corona en naar de maatregelen. Dingen die ons misschien kunnen helpen om ja, weer naar het gewone leven terug te gaan. Waarbij natuurlijk de vraag is van ja, wat is nu gewoon? Maar dat ik het ook wel voor mezelf zie op andere terreinen van het leven. Van vertrouw bovenal op God. En gebruik daarbij de middelen die verantwoord zijn. En daarbij besef ik ook dat het voor iedereen heel verschillend kan zijn. Er zijn ook christenen die heel bewust tegen vaccineren zijn omdat er foetuscellen worden gebruikt. In hoeverre is daar sprake van bij de coronavaccins? Nou, bij die mRNA-vaccins is daar geen sprake van. Foetuscellen, dat verhaal komt uit het feit dat in sommige laboratoria worden cellen gebruikt om virussen op te kweken die afkomstig zijn van foetussen die tientallen jaren geleden al zijn geaborteerd. Een virus kan niet zelf delen. Een virus heeft altijd cellen nodig om in te groeien. He, dus een virus is eigenlijk een heel simpel orgaantje. Het is niet eens een beestje, het leeft niet. Dat virus duikt dus in die cellen, in dit geval in die foetuscellen. Die foetuscellen die stellen als het ware hun machinerie ter beschikking voor het virus om het virus te laten vermenigvuldigen en te laten groeien. Op een gegeven moment zitten er zoveel virussen in die foetuscel dat die foetuscel uit elkaar knalt, die gaat dood. En dan komen die virussen vrij en die worden vervolgens weer gebruikt dan in zo'n vaccin bijvoorbeeld. En ze komen dus ook niet in het vaccin terecht, hè, want uiteindelijk wordt alleen dat virus daarvoor gebruikt. Ze zijn dan wel gebruikt voor de ontwikkeling daarvan. Ja. Maar goed, dat brengt je natuurlijk op een breder probleem. Hè, dat we in onze maatschappij allerlei dingen ontwikkeld hebben en gebruiken zonder dat we nog weten waar ze vandaan komen. Hè, dus het is ook niet zo dat er nou kinderen geaborteerd worden om cellen te maken die nodig zijn voor vaccins. En zou je daar ook cellen van een volwassen persoon, zeg maar, zou ik bij mezelf ook een paar cellen af kunnen tappen en dat kunnen gebruiken? Of werkt dat niet zo? Nee, want die cellen die, hoe feutaler cellen zijn, zeg maar, dus hoe jonger in de ontwikkeling van een bevruchte eicel tot een volwassen mens, hè, hoe vroeger je in die lijn zit, hoe meer capaciteit die cellen hebben om maar eindeloos door te delen. Hè? Dus als jij bijvoorbeeld cellen van je bloed zou nemen of van je huid zou nemen, is het heel lastig om die in het laboratorium zodanig door te laten groeien dat je ze kunt infecteren met. Waarom kun je met de Bijbel in de hand zowel voor als tegen vaccinatie zijn? Als voorbeeld Ezra en Nehemia. Ezra maakt een gevaarlijke tocht naar Jeruzalem zonder de begeleiding van soldaten. Want ik schaamde mij van de koning en heer en ruiters te begeren om ons te helpen tegen de vijand op de weg. Nehemia kreeg van de koning een vrije doortocht, legeroversten en ruiters mee. Hij zag daarin de goede hand van zijn God. Beide profeten voelen zich afhankelijk van God, maar maken een andere beslissing. Wil je meer weten over de verschillende standpunten aan de hand van Bijbelse argumenten? Lees dan het artikel van onze hoofdredacteur Steef de Bruin via de link hierboven. Hoe speelt dit op jouw werk? Ik merk dat er van tevoren heel goed ook nagedacht is over de mensen die bezig zijn met beleid. Van hoe gaan we de informatie ook verwoorden en met onze medewerkers delen. En daar hebben we ook echt wel een oproep van ons allemaal van maak daarin ook een persoonlijke en weloverwogen keuze. En dat is ook iets wat ik in dat voor mezelf ook heel belangrijk vind. Van de keuze die ik maak, zal ik ook zelf moeten verantwoorden. Laten we het coronavaccin eens onder de loep nemen. Nederland heeft bij 6 verschillende farmaceuten vaccins besteld. Er zijn eiwitgebaseerde vaccins, vectorvaccins en vaccins met een mRNA-techniek. Wat maakt ze zo verschillend van elkaar? En het eerste vaccin wat nu gebruikt wordt, hè, dat zijn de vaccins van Pfizer en van Medicare, die gebaseerd zijn op een mRNA-techniek. Hè, dus dat mRNA-vaccin is eigenlijk een vaccin waarbij je een heel klein stukje informatie over dat eiwit van een virus inspuit. Dus je spuit de informatie in, je lichaam maakt vervolgens dat eiwit aan en je lichaam maakt vervolgens weer afweer tegen dat eiwit en dus tegen het virus. Dus het is eigenlijk een hele indirecte manier om je lichaam kennis te laten maken met dat virus. En zo bouw je je afweer op.
En het is een vrij nieuwe vaccinatietechniek. Waarom is ervoor gekozen om dit te ontwikkelen? Nou, die oudere technieken, waarbij ze dus gebruik maken van een levend verzwakt virus, die zijn eigenlijk gevaarlijker. Hè? Want dan spuit je echt een virus in je lichaam. En in principe kun je dus van zo'n virus ook ziek worden. Er wordt ook wel eens gevraagd, kan mRNA je DNA veranderen? Nee, dat kan niet. Wat er gebeurt, het is, je hebt DNA, dat is een andere stof, dat is een andere structuur als je RNA. Onze erfelijke materialen die bestaan uit DNA, die zitten in de celkern. Dat is een afgesloten ruimte in de cel. Die vertaling van DNA naar eiwit, dat loopt via RNA. Dus het is niet zo dat je van een eiwit terug gaat naar DNA of dat het RNA dan naar het DNA toe werkt. Hè, maar dat is dus een stap die pas na dat DNA zit. Een vaccin werkt als volgt. Door contact met informatie over het virus activeer je je eigen immuunsysteem tegen dit virus. Zonder dat je daar zelf echt ziek van wordt. Een deel van de reformatorische christenen heeft hier moeite mee. Mag je preventief een prik halen of grijp je daarmee in op Gods voorzienigheid? Gods voorzienigheid gaat over alle dingen. En misschien dat we nu weer wat meer bewuster erbij stilstaan. Als ik naar mezelf kijk, is dat denk ik wel wat deze tijd me ook wel leert. Ja, niet alles is maakbaar in het leven. En ook die kleine dingen die zijn in zijn hand. Dat kan dan dingen zijn die voor mij misschien heel voorspoedig lijken te zijn. Omdat ik soms ook juist merk in ja, moeilijke dingen, in verdrietige dingen, dat ik denk van, het maakt me soms wel afhankelijker van God als in tijden van voorspoed. Dat corona een grote impact heeft op onze maatschappij, dat zal niemand ontkennen. Niet zo gek dus dat alles op alles wordt gezet om zo snel mogelijk met een middel tegen deze ziekte te komen. Laten we een stapje terug doen en kijken hoe een vaccin werkt. Je zou het kunnen vergelijken met het leger van een land. Het leger traint zich om op verschillende manieren voor een gevecht met de toekomstige vijand klaar te zijn. Naast algemene trainingen heb je ook speciale commando's die getraind zijn voor bijzondere situaties. Een gezonde levensstijl en een hoge weerstand zijn te vergelijken met die algemene training voor je lichaam. Vaccins zijn speciaal ontwikkeld om je leger, je eigen afweersysteem, een nieuwe manier aan te leren voor het herkennen van één specifieke vijand. Ik denk dat het volledig terecht is om nadruk te leggen op gezond leven, hè, want dat is goed voor ons. Hè. Niet alleen voor corona, maar voor allerlei andere factoren. Maar het is niet altijd afdoende om zo'n corona-infectie te voorkomen, want we zien ook dat er nu heel veel mensen overlijden, hè, en er zijn wereldwijd inmiddels al 2 miljoen mensen aan corona overleden, hè, dat er ook mensen bij zijn die toch best heel gezond waren. En die misschien hun hele leven geen overgewicht hebben gehad, vitamine D en allerlei andere goede dingen hebben gegeten, maar die dan toch het slachtoffer worden van corona. Hè, en ja, dat los je op met een vaccinatie. Een veelgehoorde gedachte is ook dat deze vaccins nu heel snel ontwikkeld zijn en dat ze daarom misschien niet veilig zijn. Is dat terecht? Wat er nu gebeurd is, dat is dat door de urgentie van deze COVID-epidemie zijn er natuurlijk heel veel bedrijven begonnen om dit proces te versnellen. En normaal gesproken is het zo dat al het onderzoek wat gebeurt, dat gaat stap voor stap voor stap achter elkaar. He, maar doordat er nu zoveel urgentie opgezet is, hebben ze eigenlijk al die stappen parallel aan elkaar laten lopen. He, dus er was al veel voorwerk, maar er is nu bijvoorbeeld gezegd van, nou goed, weet je, zodra we weer een klein stapje verder zijn in het ontwikkelproces, laten we de EMA al meekijken of dit goed genoeg is. He, en de volgende stap die hebben we dan al klaar zodra de EMA onze stukken heeft gelezen. He, en terwijl normaal gesproken he, is het echt het hele proces aflopen en aan het eind daar een soort finaal rapport van maken. En dan pas de beoordeling aan de autoriteiten over te laten over de veiligheid. Dus er zijn geen stappen overgeslagen, he, maar die stappen zijn in plaats van achter elkaar gezet, zijn ze allemaal tegelijkertijdig gedaan. En dat is natuurlijk gedaan omdat er energie is gestopt, maar ook omdat allerlei overheden daar natuurlijk enorme hoeveelheden geld in hebben gestopt om dat ook te kunnen laten gebeuren. He, normaal gesproken moeten bedrijven ook halverwege zo'n proces weer ergens nieuw geld op zien te halen om de volgende stap te doen. He, terwijl nu was geld echt geen beperkende factor, he, waardoor het enorm snel is gegaan.
Ja, want er wordt natuurlijk wel gezegd, een groot deel van die coronapatiënten in Nederland, die komt helemaal niet in het ziekenhuis terecht. En met name onder jongeren ervaar je dat wel, hè, van ja, het zijn toch de ouderen en de zwakkeren die het niet overleven. Is het dus zo ernstig dat een vaccin de beste oplossing is op dit moment? Ja, het is heel ernstig. Je kunt natuurlijk zeggen van nou, laat kwetsbare mensen maar overlijden. Want dat is een natuurlijk proces. Maar zo zit onze gezondheidszorg en zo zit onze maatschappij gelukkig niet in elkaar. Hè? In die zin dat we toch het heel erg belangrijk vinden om voor ieder leven te vechten en dat te laten tellen. En niet te zeggen op het moment dat je 70 bent, van nou ja, dit is het leven niet meer waard. Het is niet zo erg als u aan corona overlijdt. Hè, dus in die zin denk ik dat het belangrijk is om juist ook als maatschappij met z'n allen te staan, juist voor die kwetsbare groep ook. Hè, dus misschien dat de ziektelast van jongeren wel meevalt, maar jongeren dragen wel het virus over naar de kwetsbaren. Hè, en daarom is het belangrijk om iedereen afweer te laten krijgen tegen dat virus. De discussie over het coronavaccin loopt soms hoog op. Toch kun je de mensen die geen vaccin willen niet over één kam scheren. De meest gehoorde bezwaren zijn, is die prik wel veilig? Ons lichaam is toch zelf in staat om ziektes te bestrijden? En is het toegestaan om een preventief middel te gebruiken? Als je gelooft dat God zowel gezondheid als ziekte bestuurt. Of je het nou wel of niet doet, uiteindelijk is het vertrouwen op God en het geloof in God het allerbelangrijkste. Als Nederlander staan we straks allemaal voor de keuze. Laat je je wel of niet vaccineren? Wat doe jij en waarom? Laat je reactie achter onder deze video en vergeet je niet te abonneren op ons kanaal.